Mijn job als recruiter is heel veelzijdig. De ene dag ben ik een netwerker, de andere dag een marketeer, interviewer of een verkoper. Elke dag ga ik een uitdaging aan om een perfecte match te zoeken tussen werknemer en werkgever. Ik heb altijd gedacht dat een job van recruiter een typische deskjob was. In principe zit ik wel elke dag achter mijn bureau, maar ik zit niet heel de dag met mijn ogen op het scherm. Ik bel heel veel, ik heb face-to-face gesprekken met kandidaten en ben regelmatig aanwezig bij klanten voor opname van jobomschrijvingen en kandidateninterviews. Als ik tegen mijn vrienden zeg dat ik in een uitzendsector werk als recruiter met vooral jobs in de bouw en als technische profielen, krijg ik vaak de vraag, zijn dat voornamelijk mannelijke profielen? Eigenlijk is het zowel ja als nee. Techniek en de bouwsector is eigenlijk wel een mannenwereld, maar hier stilletjes aan verandering in het komen. Vrouwen zijn in deze sector nodig, omdat er dikwijls een nood is aan professionals in deze sector, zowel als de technische profielen en de bouwprofielen, en zij hebben dikwijls ook een andere aanpak. Extra legale voordelen, zoals een firmawagen na 1 jaar anciëniteit en de werkuren in functie van een work-life balance, zijn natuurlijk ook een heel groot voordeel. Bij Impact wordt er ook heel veel plezier gemaakt. Als we het budget halen, dan gaan we ook elk jaar een weekendje weg. We zijn al naar Ibiza geweest, Oslo en naar Istanbul. Of ik de job als recruiter aanraad aan anderen? Zeker en vast, absoluut. De achtergrond speelt hier minder een rol. Als je commercieel ingesteld bent, een winnaarsmentaliteit en goed kunt luisteren, dan kan je zeker de juiste en perfecte match maken tussen de klant en de uitzendkrachten. Je hoeft niet volledig technisch onderlegd te zijn, maar wel weten welke vragen je ze stellen om de competenties van die kandidaat zeker correct in te stellen. Zaken die je worden bijgebracht, ook tijdens interne trainingen. Vacatures zijn er genoeg, maar de kandidaten die zijn schaars. Hierdoor, om de juiste kandidaat te vinden, maken we gebruik van recruteringskanalen, zoals social media en de jobsites. Op zich lijkt een job als recruiter heel alleen. Maar eigenlijk ben je nooit alleen. Ik kan altijd rekenen op mijn collega's en zij kunnen natuurlijk ook rekenen op mij. Ik heb altijd het belangrijk gevonden om te werken bij een bedrijf waar ik me goed voel. Impact is een voorbeeld van zo'n bedrijf. Er is altijd ruimte voor initiatief, zelfontplooiing en groeimogelijkheden. Dat is de reden waarom ik met plezier kom werken.